Simon Zeilemans hier van VTBL. En mij is gevraagd of ik twee spelers wil nomineren voor beste speler van de eerste seizoen zelf. En dan sta ik hier op de trainingskamp van Ajax en dan denk ik, ja, er moet er sowieso één bij zitten. En dat is een jongen die op dit moment hier achter me te zien is. Het is een jongen die eigenlijk één minuut had hoeven spelen om deze uh, dominatie binnen te krijgen. En dat is die minuut tegen Bayern München. Ik heb het over Hakim Ziyech en u weet dat moment vast nog wel. De camera langs de zijlijn, over de schouder van Ziyech heen. En hij ziet in de vette Tagliafico staan en hij geeft een paas... Jezus. Soms word ik gewoon nog midden in de nacht wel eens wakker. En dank ik God dat deze paas bestaat. Het is zo verschrikkelijk mooi. En hij heeft meer van dit soort acties. Al de hele seizoen zelf laten zien. Wordt steeds beter. Ik, ik, ik kan echt genieten van hoe hij het spel verdeelt. Hoe hij het ziet. Het is ja, zo'n ontzettend, ontzettend uh, uh, fijne spelverdeling om naar te kijken. Dus krijgt met afstand mijn nominatie. En dan een andere jongen, die ziet u hier niet. Dan moeten we uh, ongeveer 20 uur voor vliegen. Die zit nu, denk ik, in Qatar. Zijn naam. Is Dumfries. Want ik heb gekeken en er zijn ook echt backs waar ik echt ontzettend fan van ben, het ja. Tagliafico, natuurlijk. Angelino, natuurlijk. Alleen Dumfries is een beetje van ons. En het is dat. dat Laat mij dan maar lekker hem kiezen, omdat hij Nederlands is. Want Tagliafico, Angelino, doen fantastisch in de Eredivisie. Net als Dumfries. Alleen de stappen die hij maakt, maar ook nog eens in het Nederlands zelf. Dan zorgen er mij voor dat ik denk, ja, ik kies daarvoor. En dan kun je statistieken hebben en dan kun je zeggen, ja maar Simon Luister, deze spel is beter, deze is beter, die is beter. Die statistieken mag je houden. Voor mij zijn het deze jongens die dit toe doen. Hakim Ziyech en Denzel Dumfries. Absolute jongens om van te genieten.